Als mama van drie is het altijd een gezellige drukte in huis. En na 2 maanden schoolvakantie ben je stiekem ook wel een klein beetje blij als de kids terug naar school vertrekken. Maar de eerste dag is uiteraard een drukte van je welste, dus je kan maar beter voorbereid zijn. De boekentassen op voorhand klaarmaken bespaart heel wat tijd 's morgens vroeg. Wat je zeker ook moet doen is 's avonds de kledij kiezen die je kids Sander en Daags moeten aandoen. En een week op voorhand op tijd gaan slapen en op tijd wakker worden om op die manier in het juiste bioritme te geraken. Op 1 september neem ik traditioneel een dagje vrij omdat ik ten eerste mijn kids wil kunnen verwennen en ook omdat ik een aantal zaken wil kunnen wassen. Zoals deze knuffels bijvoorbeeld. En wist je dat je ook blokjes in het wasmachine kan doen? Ik steek ze dus in een linnen zak om ze bij elkaar te houden en ook om ervoor te zorgen dat ze niet te veel geluid maken in je wasmachine. Het is belangrijk ook dat je kijkt naar het etiket om te zien op hoeveel graden je knuffels gewassen kunnen worden. En als het er niet op staat, dan steek je ze gewoon in het fijnwasprogramma met een klein beetje fijnwasmiddel. En wil je nog meer tips en tricks ontdekken, dan kan je gewoon surfen naar inspiredbymiele.be. Hey, Louise.